Veteran Pelic, hoe heb jij deze wedstrijd vanavond beleefd? Dat we niet goed gestart zijn, eerste 10 minuten, kwartier. Onzeker precies of zo. En daarna een beetje evenwicht hersteld. Zonder echt super dreigend te zijn, maar toch 2-3 doelpogingen. Die keeper pakt. Op onze kant was niks gevaarlijk. Ja, en dan komt de tweede helft, ja, penalty, fase. Keeper pakt, dan krijg je opnieuw moed. En dan kleine concentratieverlies. En je verliest de wedstrijd. En hun keeper pakt nog 1-2 goede ballen. En dat is het verhaal. Waarom scoren jullie zo moeilijk? Ja, waarom? Dat is een goede vraag. Dat is ongelooflijk. We hebben tegen Lierse 15 doelpogingen. We konden niet scoren. Vandaag heb ik juist gezien 10. Waarvan 6 tussen die palen. En Union heeft 2. En je verliest. Dus dat is heel duidelijk waar bij ons schoentje wringt in deze moment. Daar kan je als coach iets aan doen of juist helemaal niks? Ja, ik kan spelers die een beetje aanvallend ingesteld zijn kansen geven. En dan hoe is die te pakken. Maar spijtig genoeg, we kunnen dat niet in resultaat omzetten. En oké, ik wil me niet achter schuilen, achter de keulaar of nasens. Maar zonder die twee zijn we andere ploeg. Verwacht je naast ons volgende week terug? Ja, dat zullen we zien. Hoe dat evolueert. Misschien, misschien niet. De ambitie van Westerlo kan alleen maar zijn de volgende wedstrijd proberen te winnen. Ja, dat is, zo simpel is het. Zo simpel is het. We mogen niet verder kijken en fantaseren. Dat moet ambitie zijn. Zo snel mogelijk proberen 3 punten te pakken. En dan gaan die hoofden ook anders functioneren.